Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag is het alweer de eerste planvideo voor de maand december. Vorige week eindigde natuurlijk de maand op vrijdag en daarom heb ik deze week de zaterdag en zondag ook toegevoegd aan deze pagina. Het thema van deze maand staat natuurlijk in het teken van alle feestdagen en andere typische dingen wat te maken heeft met de maand december. En voor deze week kan het natuurlijk ook niet anders dan aan de slag te gaan met het thema Sinterklaas. Ik heb ervoor gekozen om de dagen om te toveren tot cadeautjes, want normaal voel ik natuurlijk maar 7 dagen op de pagina kwijt, maar nu dus 9. Daarom heb ik natuurlijk wat minder ruimte op de pagina voor de leuke elementen, maar om de pagina's toch wat meer in de Sinterklaassfeer te krijgen, heb ik op de ene pagina waar ik nu dus mee bezig ben maar 3 dagen neergezet, zodat ik onder het cadeautje met de dagen ook nog een aantal leuke tekeningen kwijt kon. En zoals altijd komt natuurlijk weer mijn inspiratie van Pinterest vandaan deze week. Ik kwam dit zwarte pietje tegen uit de schoorsteen en ik vond hem echt zo leuk. Ik kon hem gewoon niet laten liggen, om het zo maar te zeggen. En daarnaast natuurlijk een andere element wat ook bij Sinterklaas past. Ik vond het heel leuk om ze te laten hangen vanaf de cadeautjes, zodat niet alles onderaan de pagina hangt. Heel misschien ga ik nog wat tekst toevoegen onderaan de hangende elementen. Maar dat moet ik nog na afloop maar even bekijken. Want ik wil niet dat de pagina te druk wordt aan die kant. En wat betreft mijn planning kan ik nu alvast een heleboel gaan invullen. Dit is de laatste volledige week voor de operatie aan. En ik heb het echt enorm druk met werk en andere belangrijke afspraken. En nu de video online staat, heb ik ongetwijfeld nog 20 meer dingen gevonden die ik ook per se voor de operatie moet doen. Dus de komende anderhalf week zal ik weinig rust hebben. Maar goed, daarna heb ik een periode van veel liggen en rustig aan doen. Dus dat komt vast helemaal weer goed. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat jij van deze pagina vindt. Laat het vooral even achter bij de reacties. En vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen.